Ja, welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Terwijl de spelers op vakantie zijn en er niet gevoetbald wordt, is er toch een nieuwe update. Vorige week hadden wij de nieuwe technisch directeur, Carlos Albers, in de uitzending. En deze week gaan we praten met algemeen directeur Wilco van Schaik. We gaan het hebben over het stadion. We gaan het hebben over de prijsverhoging. We gaan het hebben over de amateurtak. En natuurlijk over de eerste seizoenshelft. Kortom, tijd voor een nieuwe update. Hoe kijk je terug op de eerste helft? Ja, 14 wedstrijden. Het is een beetje raar dat je dan al over de helft praat. We staan 9e. Nou, daar kun je tevreden mee zijn. Maar ik denk als je naar alle wedstrijden kijkt en je hebt 8 keer gelijk gespeeld. Dat we niet te vaak te veel hebben gekregen, maar te weinig hebben gepakt. En daar valt denk ik nog heel veel te verbeteren. De verwachtingen waren wat hoger dan vorig jaar. Dat mag ook. Dat hoort er ook gewoon bij. Niet dat we dit jaar al voor Europees voetbal gaan spelen, maar we wilden het beter doen dan vorig jaar. Ja, als je dan 2 wedstrijden voor de winterstop staat waar we stonden. En je wint die niet. Ja, die scenario's heb ik natuurlijk ook wel omhoog laten gaan. En dat waren geen prettige scenario's. Is trainer ooit te sprake gekomen? Rogier, dat heeft ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Ron van Ooy, gezegd. En dat is niet nu omdat we 2 keer winnen. Maar als we 2 keer hadden verloren, had Rogier ook gewoon hier blijven zitten. Ik denk dat dat ook een beetje bij deze club moet gaan passen. Heeft het in 3 jaar tijd, het eerste jaar gecombineerd. En daarna 2 jaar uitstekend gedaan. Iets wat veranderd ook is in deze seizoenshelft, is de technisch directeur. In april hoorden jullie dat Ted Verleeuw ermee wilde stoppen. Nu is hij gevonden, Carlos Albers. Weer terug eigenlijk op zijn oude nest. Hè? Ja, ik denk dat dat vrij snel duidelijk was. Er zijn meerdere kandidaten geweest, maar dat er 1 wenskandidaat was. Dat was Carlos. 2 jaar geleden ook al. Toen is de RFC ook met hem bezig geweest. En toen is dat niet gelukt. Dit was het moment. En ik denk dat het een goede zaak is dat hij terug is op dit moment. Dat hij op het fundament wat er ligt, dat hij weer door kan bouwen. Een man die oog heeft voor de academie. Ik vond het alweer leuk. Afgelopen zaterdag kreeg ik alweer het eerste appje van iemand die langs de lijn stond. Bij de academie van kijk eens, onze technisch directeur is er. Ja, dat geeft mij echt een goed gevoel. De zoektocht naar een echte spits is niet helemaal gelukt volgens mij. Ja, ze komen er allebei nog niet uit wat we misschien verwacht hadden. Al moet ik zeggen dat Marques toch op de momenten dat hij er moest staan, dat hij het heeft gedaan. Hij heeft specifieke eigenschappen, denk ik. Wat Ted ook toen heeft aangegeven. Marques meer de speler voor in de box. Die Matta is wat meer op het laatste moment gekomen. Hij heeft gewoon een heel mooi cv. Maar heeft ook heel lang stilgestaan. Dus misschien heeft hij ook wat langer nodig om op het niveau te komen. Daar zijn ze heel druk mee bezig. Ja, kijk, we willen allemaal een spits van 15, 20 doelpunten. Maar het geld, zeg maar, in die categorie. Als je een SAR neemt bij Heerenveen. Dan praat je toch over de categorie van minimaal 2 miljoen transfersommen. Daar zijn wij nog niet aan toe. Dus dan kom je in een andere categorie. Daar moet je ook af en toe wat meer risico nemen. Heb ik kijkers gevraagd van, wat zou je willen weten nog van Wilco? Welke vraag heb je voor Wilco? Ik heb een paar verzameld. Het stadion, terugkerend onderwerp eigenlijk in onze gesprekken altijd. Gemeente wijst een beetje naar NEC, NEC wijst weer naar de gemeente. Hoe zit het nu? A en C zijn de 2 concepten die er liggen. A met de toren, C het vogelnestje. Die worden nu uitgerekend. A zal goedkoper zijn dan C. Nou ja, als C duurder is en dat willen wij in de stad en dat wil de politiek. Ja, wie gaat dat dan betalen als het duurder is? Daarnaast hebben we ook nog de waarde van dit stadion. Er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar met het instorten. Wat is de waarde nog? De koopoptie is een paar jaar geleden bepaald. Ja, die waarde is nu ook wel aan het dalen. Dus daar zullen we in de komende maanden ook nog wel een keer een discussie over hebben. We zijn aan het kijken en aan het focussen op het wonen. Stel dat de politiek, want we moeten met alles rekening houden, daar toch niet achter staat op de manier zoals wij dat willen. Ja, dan moet de politiek ons ook weer gaan helpen. Wij moeten voor volgend jaar december die koopoptie wel of niet lichten. Dus ja, we zijn echt vol bezig. Andere vraag is, is er al duidelijkheid over uitsupporters naar Vitesse? En wanneer komt die dan? Nee, daar is nog geen duidelijkheid over. Daar hebben we wel gesprekken over. Dan iets, ja, de amateurtak en de professionele tak. Ja, dat boot het niet zo heel erg. Nou, nee, daar ga ik niet voor weglopen. Daar boot het niet, nee. Nee. Hoe nu verder? Want ze mogen hier blijven zitten. Ze mogen hier blijven zitten, dat klopt. Daar zijn we niet blij mee. Daar moeten we ook gewoon heel duidelijk in zijn. De groeikansen voor de amateurs op dit terrein zijn gewoon niet groot. Dat heeft de afgelopen 10 jaar ook bewezen. De club is niet gegroeid. De club heeft zelfs vorig jaar haar eerste elftal uit de competitie moeten halen. Alleen wij hebben gehoord van de voorzitter Jesper van der Boogaard dat de ledenvergadering daar niet mee akkoord gegaan is. Ja, dan,
moeten we nu maar kijken hoe we verder gaan. Maar dat die banden niet warm zijn. Ja, daar ga ik niet voor weglopen. Dat is niet leuk om te horen. Maar het zit ons momenteel echt in de weg. Dan nog iets wat er veel werd gevraagd. Ja, de prijs verhoogd van de seizoenkaart. Het is al vaker over gegaan. Je zei van, nou, die is nodig. En dan zet je een wat mindere reeks neer. Dan komt daar natuurlijk altijd gelijk kritiek op. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is vis van de dag, hè. We staan negende. Dus ik kan nou heel stoer gaan zeggen, nou kijk, we hebben het goed gedaan, we staan negen, doen beter. Ik denk dat je dat op lange termijn moet zien. Er moet een fundament onder die club. Dat kan niet alleen van één man komen. Wij willen dit jaar stijgen met de inkomsten van 10 naar 13 miljoen. Dan moeten we allemaal meedoen. En dat betekent dat we nieuwe partnerships moeten aangaan aan de businesskant. De businessmensen moeten meedoen, de logehouders en het publiek ook. We kwamen echt van heel laag. Echt KKD, middenmootprijzen. Het product is echt verbeterd. Kijk naar een Sillessen, een Schöne, een Sandler, een Tanane. Daar moet er ook gewoon meer geld bij. Volgend jaar zullen we weer moeten stijgen in omzet. Dat wil niet zeggen dat we weer zo'n grote sprong gaan maken. Moeten we misschien de seizoenkaarten voor volgend seizoen niet gaan verhogen? Dat is dus makkelijk gezegd wat jij zegt, niet gaan verhogen. Maar onze prijzen, ja. Wat denk je van de lichtmasten? Wat denk je van de energie in dit stadion? Dat wil helemaal niet zeggen, want we hebben er nog helemaal niet over gesproken of we dat wel of niet gaan doen. Maar ik denk dat we er allemaal last van hebben. Net zoals ook onze supporters en onze businessclubleden hebben wij er ook last van. En in de komende maanden zullen we gaan kijken wat die prijzen gaan doen. Waar heb je het afgelopen periode of deze eerste seizoenshelft het meest van genoten? Ja, van het volle stadion. En zowel uit als thuis. We staan in Nederland echt bekend. Ja, als een club die het uit geweldig, geweldig de sfeer maakt. Dat krijg ik ook van collega-directeuren te horen. Ja, dat vind ik echt, daar word ik wel trots van. Dat is wel echt NEC. Dat maakt ons echt tot een mooie club en dat moeten we echt koesteren. Betekent dat jij ook nog niet klaar bent? Nee, ik heb het enorm naar mijn zin. Ja, ik ben wel gepakt door de stad, door de mensen. We hebben nog een stadion te gaan. We moeten stabiel in het linkerrijtje komen. Financieel moeten we de boel op orde krijgen. Je bent niet op de winkel aan het passen? Om even nee, maar dat kan ook niet, want die winkel is nog helemaal niet. Dat kan niet. Er moet nog zoveel gebeuren hier. We zijn nog maar net begonnen. Dus daar ga ik graag nog een paar jaar mee door. Ja, dat was hem dan weer. De NEC-update van deze week. Volgende week dan zijn de spelers weer terug van vakantie. En wij zijn er dan natuurlijk ook weer met een nieuwe update. Tot dan!